Dankjewel Jessica Chanani van de United Nations. Ik ben Reinhard Ottervanger, directeur van Surinaamse Brouwerij. En natuurlijk nemen wij de bal. Want wij geloven in de Sustainable Development Goals van de United Nations. Surinaamse Brouwerij is er trots op al 67 jaar onderdeel te mogen zijn van de Surinaamse samenleving. En wij voelen daarom ook een verplichting om een positieve, duurzame en verantwoorde impact te maken op het land, de inwoners en de volgende generaties. Ik wil twee SDG's uitlichten. Eerst SDG nummer 5, gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Ik ben er trots op dat nu al de helft van onze managers vrouw is, maar dat moeten er meer gaan worden over het hele bedrijf. Twee is SDG nummer 12, verantwoorde consumptie en productie. En ik heb 4 voorbeelden. 1 is, gaat over het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik, ook in het verkeer, via Stivasuur en het BOS-programma. 2 is het statiegeldsysteem, waardoor bijna alle Jogo's terugkomen en kunnen worden hergebruikt. En na de zomer produceren wij in Suriname Heineken. En ook daar zal statiegeld worden toegepast op de flesjes. Dus die komen ook terug. 3. Ben ik er enorm trots op dat Surinaamse Brouwerij als eerste bedrijf is begonnen met gescheiden glasafval. En inmiddels is al meer dan 300.000 kilo aan glas opgehaald, verwerkt en hergebruikt. En andere bedrijven doen nu gelukkig ook mee. En 4. We hebben op de brouwerij een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dus al het water dat wij in ons brouwproces gebruiken, wordt gereinigd voordat het wordt afgevoerd. Dus we maken stapjes. Maar we zijn er nog niet, want onze ambitie is om in 2030 volledig CO2 neutraal te zijn. En de SDG's zullen ons daarbij gaan helpen. Wie doet er mee? Dave Bouke van Torarica Groep. Do you, take the ball!